feest in de Lotto Dome. Marseille wint de belangrijke openingswedstrijd in de Champions League, maar het liep niet van een leien dakje. Boudva speelt sterk en biedt stevig weerwerk. Hier de ervaren Serviër Bosca met de smash, 24-26 en de bezoekers leiden met 0-1. Na die eerste set dachten we even van oei, die mannen zijn echt wel goed. We hadden ons goed voorbereid en we wisten dat het een te duchte ploeg was. Maar Marseille herpakt zich in de tweede set. De landskampioen groeit in de wedstrijd en het is Jelte Maan die voor het setpunt zorgt. 25-20 en het staat 1-1. En Marseille blijft sterk spelen en overklast Boudva. Uitblinker Gert van Wallen met de smash, 25-16 en Marseille staat op voorsprong. Coach Vital Heijnen is duidelijk. So stay cool, keep on going for the target, let 10 pass. En dan weer blok 7. En de spelers gehoorzamen goed. Het is de Colombiaan Viafara die de wedstrijd met een onwaarschijnlijk punt beslist. De spelers van Boudva staan erbij en kijken ernaar. 25-17, Mazeik doet wat het moet doen en wint met 3-1. Het ging niet vanzelf, we hebben ervoor moeten vechten. Maar we kunnen weer verder naar die volgende stap. Want ons doel is nu eenmaal de tweede ronde van de Champions League. Dan moet je wedstrijden winnen. Maakt niet uit of wij onervaren zijn of de andere kant ervaren. En ik ben eigenlijk heel tevreden van onze ploeg. Je hebt 6 wedstrijden, je hebt er, met 4 ben je zeker verder. Dus we hebben 1-4 van het parcours afgelegd. We krijgen woensdag in Innsbruck een tweede kans. Sorry, ik ben fout, het is dinsdag al in Innsbruck. Hoe dan ook, zaterdag speelt Marseille eerst nog in de competitie tegen Antwerpen.